Ik ben echt niet zo ver vandaag. Zo. Zo. Goed. Zijn we dus, weer. We zijn er weer. Oh ja, met z'n tweetjes. Ja. Weer terug. Deze keer in Arnhem. Ja. Arnhem. Inderdaad. En deze keer in de avond. Vorige keer natuurlijk buiten de natuur gevochten waar Peter zich meer thuis voelt. En deze keer gaan we dus een beetje een soort van straatfotografie / avondfotografie doen. Ja. Waar ik meer feeling mee heb. Ja, ja, het is voor mij hiermee begonnen, moet ik zeggen. Toen ik begon met fotografie heb ik ook nog best wat straatfotografie gedaan en zo. Ja. Maar dat is wel echt wel even geleden dat ik daar echt veel mee bezig ben geweest. Dus, okay. Maar het is leuk om gewoon helemaal buiten mijn comfortzone weer te gaan fotograferen. Ja, ja, en deze keer gaan we het wat anders doen dan de vorige keren. Ja. Jij gaat zo meteen wat meer richten op architectuur en gebouwen en dat soort dingen. Ja, ja. Ja, en ik ga met de GoPro op, toch weer wat meer straatfotografie zelf doen. Wat minder zelf voor de camera, maar meer, wat meer laten zien wat ik eigenlijk aan het doen ben. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat uiteindelijk aan de avond de resultaten gaan zijn. We gaan het wel zien. Ik denk dat we vorige keer waren de vlogs echt bijna hetzelfde. Omdat precies hetzelfde deden. Nu gaan we even wat meer splitsen, zodat je echt twee verschillende vlogs gaat krijgen. Ja. Nou, misschien ga ik je nog wel vastleggen vanavond. We gaan het merken. Ben benieuwd. Gaat zien. Hey, hier achter het station. Ga je beginnen? Ja, denk ik wel. Ik ga straks een stukje die kant op, denk ik. We hebben al een klein beetje gescout, al een klein beetje gezien wat we zouden kunnen gaan doen. Dus ik heb wel een ideetje. Ik ben heel benieuwd ook waar jij mee gaat komen. Ja, ik weet niet. Ik ga natuurlijk deze camera gebruiken, de A4, of de A7-4 moet ik zeggen. Qua lens, ik heb net wat geprobeerd met de 50mm. Dat gaat hem worden, of het gaat de 70-200 worden, heb ik ook bij me. Dus ik ga hem wel dadelijk wel weer deze lens afhalen. Dus de 16-35 zit er nu op. Waar ga jij mee fotograferen? Ik zou het echt niet weten hoor. Denk wat uitkomt. Denk dat het shot dat ik hier in mijn hoofd heb, wordt meer 16 tot 35 mm. Ik denk dat ik dat veel zal gebruiken. Ja. Maar ik had net ook een shot toen we door de winkelstraat liepen met een lijn naar de kerktoren toe. Dus denk meer een 70-200 lens. Oké. Okay. Kijk, we gaan zien. Het is maar net wat ik tegenkom en wat daarbij past. Nou, die lens gebruik ik. Precies. Ja, logisch. Zo toch? Gaan we doen. We gaan jullie meenemen. Dus tot zo. Tot straks. Natuurlijk kun je niet laten om ook even van Peter nog even een foto te maken terwijl die in actie is. Netjes zonder statief deze keer ook, heel fijn. Alleen maar even kijken, we zitten op ISO 2000, 2.8. En we zitten nog op 50 van de seconde. Even kijken, we gaan even naar de overkant. Daar hebben we nog wat sporen, wat treinen, kijk wat daar is. Er staan natuurlijk altijd weer mensen op de trein te wachten. Even kijken wat we daar nog mee kunnen. De machinist misschien wel. Kijk hoe we dat gaan zien. En eens even zien. Er zit natuurlijk nog een conducteur. Dat is nu 200 mm. Kunnen we daar iets mee? Misschien wel. Ik kan geen face herkennen, geen gezicht herkennen. Toch een beetje moeite met mijn scherp te stellen. Want hij pakt het zich af en toe wel. Ja, daar is hij al. Nice. Eens kijken wat we er dan mee kunnen.
gebouw, zeg maar. Dus uiteindelijk zie je punten die aan het strakken, hopelijk verlengen de lijn en dat bij elkaar. Het is natuurlijk alweer leuk van boven, met mensen die lekker lui zitten te wachten. Haha! En wat het hoort qua fotografie, ik heb geen idee. We zijn gewoon lekker onderweg en we zien het allemaal wel. En even kijken wat we gaan fotograferen nu. Nu komt weer een bus aan. Ik weet niet of mensen af en toe helemaal een fiets nemen met je. Ik wil het een beetje vast kunnen leggen. Ik wil dat er heel gaaf uitzien. Kijken of we deze met 7 mm wat nog vast kunnen leggen. Eens kijken hoe dat wordt. Nog ook wel iets korter. Ja, dit paarse blijft toch wel heel erg gaaf. Dan trek ik als dit de blauwe eigenlijk ook wel. En dan zou ik eigenlijk weer met een andere lens foto moeten maken. Omdat dit er op zich ook wel aardig uitziet als ik zo het op beeld zie. Kijken of we nog een busje krijgen zo. En of we dan de reflectie van al die plantjes kunnen fotograferen in de ruit van een bus. Of van een auto. Er komt er een bus, even kijken waar die heen gaat. En of we die tijd kunnen vangen voor de reflectie in de ruit. Busje, busje, busje. Dat is niet helemaal wat ik wilde. Op de foto wilde hebben eigenlijk. Even zien. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet er niet uit. Dat is niet wat we wilden hebben. Of we moeten langzaam of we moeten sneller. Nou, in dit geval wil ik wat sneller. Even kijken hoe snel we kunnen gaan dan. Ik wil best wat sneller. Dan zal de ISO wel nog wat hoger moeten. ISO 3200. In dit geval ga ik ook dan wel weer mijn high veranderen. Even kijken, is dit al scherper als dat het moet zijn? Is het wel druizen, maar dat maakt op zich niet uit. Hij is in ieder geval scherper en leesbaarder. Even kijken, en misschien hebben we nog wel een beetje in de shot. Dat zou kunnen. Even kijken hoe dit eruit komt te zien. Er komt weer een busje aan. Kijken of we de reflectie ervan kunnen pakken. Van locals. Er komen dus 2 bussen aan, 3 bussen aan. Oké, dan gaan we weer. Even kijken, daar is die. Gaan we de reflectie zien? Daar komt de reflectie. Of net niet. Haha, net niet. Die heeft geen reflectie in de ruit zitten. Dat is een aardig shot, maar niet van wat ik eigenlijk wilde hebben. Deze is wel dienst, maar deze moet wel gaan werken. Even kijken. Deze knalt dan door de voordeur. Misschien beter. Even deze. Oké.
kijken of dit een beetje is wat ik wil doen. Even kijken. Wellicht iets meer. Het is natuurlijk wel grappig dat ik gewoon een eenzame fiets. Kijken waar de rest is gebleven. Waar Peter is. Altijd leuk, dat soort dingen. Beste reizigers, dit is het bericht voor reizigers. Eens even kijken waar Peter gebleven is. Ik kan hier wat toch niet boven. Ah, daar is Peter. Yes. Ik was je aan het zoeken. Wat zeg je? Ik kwam nog even wat tegen. Oh ja, wat dan? Even dit. Haaf. Dat moest ik nog even hebben. Maar volgens mij... Waar is dat? Hierboven. Oh. Precies op mijn toekie. Voelt iemand om of? Geen idee. Daar ben ik al blij, maar de rest is... Ja, kun je dit. Dit is natuurlijk ook al leuk om hier misschien wat foto's te maken. Laatste. Ja, als ze lekker aan het bakken zijn. Ja, daar heb ik deze echt op verdiend. En zit hier een jongen te wachten. Lekker met een muziekje op. Pizza bakken nog op de fotocassette. Druk bezig met pizza's die ze aan het maken. Loopt hij net weg, dat is jammer. Ja, moet ook eten natuurlijk, maar. Het is klaar met pizza bakken. Nee, hij heeft er net in zitten. Maar het is niet eigenlijk het shot wat ik wil, maar goed, maakt niet uit. Ja, dit is nu Arnhem. Ja, dat is geen hond. Ja, ja, ja. Zo. Het is gewoon even de... Ik weet niet wat het doet, maar... Oh, meenemen. Trio Italiaans ijs. Het is ook al mooi straat zo. Kijken of je het. Mooie bochtje. Een beetje. Ja, dankjewel. Ja, eens kijken wat het wordt. Het is wel grappig dat die mensen, zeg maar. Met de lippen, die zijn die plant aan het programmeren. Ja, ze zijn bezig. Ja. Gaafstraatje.
Leuk om hier. Het is niet de foto, maar het is wel leuk. Hier zijn we bij Sibis. Ja, hier kun je natuurlijk wel een heel mooi shot maken. Denk ik. Zo, ja, met de grote hoek. Misschien. Nou, ik kan hem gewoon zo op de foto zetten. Ik kan hem gewoon zo op de foto zetten. Ik heb er niet heel moeilijk over te doen. Ja. Dan zal die ongetwijfeld niet super scherp zijn met 2x8, maar. Nou, hij ziet er niet heel slecht uit, hè. Bovenin mist hij misschien iets scherper, maar. Ja, het is echt een stuk stiller dan ik had verwacht in Arnhem. Ik had wel verwacht dat het rustig zou zijn na 5 uur, maar het is echt bijna gewoon echt uitgestorven. Dus ja, dan wordt het ook wat lastiger om mensen op de foto te zetten. Dus we gaan maar eens even terugvallen op de kerk. Eens even kijken of we de kerk op de foto kunnen zetten. Dankjewel. Uit zo. Oké, we zijn nu aan het kijken. We zijn bij een van de laatste locaties hier in Arnhem. En ik ben nu bij de brug. Peter is een stukje doorgelopen al. En ik wil kijken of ik de brug hier vanaf een laag standpunt. Ik heb de 1635mm lens opgezet. En ik heb nu een sluitheid van 1/30ste van een seconde. F8. En ISO 1.25. Nu ga ik de timer erop zetten van... even kijken, de timer gebruiken. Die is van 2 seconden. Zodat ik. Ik wil natuurlijk de brug scherp hebben. Dus daar gaan we op scherp stellen. En nu met een timer erop staan, dan gaan we een beeld maken. 30 seconden, dus het duurt even dat die gemaakt is. Wellicht dat we ook nog wat light trails daarvan pakken. En dan gaan we eens kijken wat het wordt. Ja, er komt nog een busje voorbij, die pakt ook nog een beeld mee. Even kijken hoe het beeld is. Even kijken wat het wordt. Hij is aan het verwerken. Het zal aardig geplaat worden. Qua grootte en qua verwerkingstijd. 30 seconden open, dat duurt even. 33 megapixels. De A74. En het duurt wel heel lang. Kijk, je moet toegeven, bij de Nikons was dit sneller. Maar goed. Kijk eens aan. En dan is dit het resultaat geworden. Ja, we zijn bij de laatste locatie aangekomen. Ja, bij de brug van Arnhem, de John Frostbrug. De mensen waren er niet zo heel veel vanavond. Ik had wel verwacht dat er niet zoveel mensen waren, zouden zijn. Omdat het natuurlijk toch ja, COVID is, dus alles gaat om 5 uur dicht. Maar het waren wel... heel weinig mensen. We hebben pizzabakkers gehad, we hebben thuisbezorgd.nl overal gehad. Ja. En voor de rest een paar mensen bij het station en mensen te mobiel. En voor de rest eigenlijk niet zoveel. Dus dan ga je toch weer terugvallen op ja, wat er dan wel is. En dat zijn dan toch weer architectuurdingen. Ja. Dus ja, ook weer daar wat dingen van gefotografeerd. Anders. Ja. 2 uurtjes bezig geweest. Ja. GoPro is ondertussen ook op en dood, dus ja, daar gaan we ook niks meer van halen. Nee, maar hey, hopelijk wel wat goede beelden. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Ja. Hoe voel jij het? Ik vond het leuk. Ja, het was lekker om weer een keertje zo een avondfotografie te doen. Het is weer gewoon compleet anders dan landschapsfotografie, maar toch ook weer heel erg hetzelfde. Ja. Je ziet als je bij mij bij de video kijkt, dan
ja, eigenlijk als ik in de stad fotografeer, fotografeer ik nog altijd als een landschapsfotograaf. Ik let op dezelfde dingen eigenlijk. Je kijkt naar dezelfde, ja, je kijkt op dezelfde manier hoe jij je beeld wil maken. Zeg maar. Ja, alleen dan is het onderwerp wat anders. Ja, precies. Maar het is leuk. Ja, nee, voor mij ook. Het is ook even geleden dat ik in de stad rondliep. Nou, we hebben vanavond vaker gezegd, hey, hier was dit. Arnhem is best wel veel veranderd in de tijd dat ik hier niet ben geweest. Dat is ondertussen, zeg maar zo'n 2 jaar met COVID ben ik bijna niet in Arnhem geweest. En ik ben nu in plekken geweest waar bijvoorbeeld een aardvarken lag wat er niet meer ligt. Of waar ineens een gebouw naast een kerk staat wat er nog nooit heeft gestaan, waar altijd de markt was. Dus ik heb ook weer nieuwe dingen gezien. Was echt leuk. We gaan zien wat de video is geworden. Jullie hebben het al gezien. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Zeker. Vergeet ook niet te abonneren op Peters kanaal, Peter Nolte. Yes. YouTube.com/Peter Nolte. En anders natuurlijk op dit kanaal even abonneren. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Stay safe en tot de volgende video. Adieu. Oh ja. Die vrij loopt hoor. Nee,